Ik heb materiaal bij me van de jaren 76, 77, 78, 79. Toen ik als vrijwilliger bij het filmfestival werkte. Dus okay. Ik heb uit die tijd materiaal, uiteraard gehad, zeg maar ook gewoon bewaard. Uit nostalgische overwegingen natuurlijk. Maar totdat ik dus de oproep zag, zeg maar, dacht ik oké, ik doe daar verder niks mee. Dus als ik daar iets weer met plezier mee kan doen, dan is dat oké. Er zijn filmkranten, er zijn speciale gidsen, zoals hier, over taboes in het filmfestival. Ja, dat is het. Wat foto's, wat niet de poster, helaas. Niet de poster. In 1972 is het festival begonnen, zoals iedereen nu weet. Hij zou er zo uit kunnen zien, maar als die zo is, is het ook leuk. Hier staan dan een aantal films genoemd en dat is weer hetzelfde plaatje, maar dan een andere kleur. Deze hadden wij tot zondag hangen hier in de winkel in de Doelen, naast de ticket office. Hij hing maar net, of het was al meteen iemand die hem heel graag wilde hebben. Hij deed meteen aanbod. En zoals het met die dingen gaat, dingen zijn waard wat de gekke vergeeft. En deze persoon wilde er maar liefst 500 voor betalen. En dus was hij onmiddellijk verkocht. Later hoorden we dat het een gewild zoekobject was.